Hallo iedereen, we zijn weer met een nieuwe video en vandaag hebben we een mystery box. Mijn vader gaat even voor me filmen, dus we switchen even over naar mijn vader. Het is hem dus. En wat is dit? Die kant dus. Ik heb persoonlijk nog niet gekeken, dus ik heb geen idee wat erin zit. Maar laten we hem even openmaken. Zo, nu zie ik al gelijk wat leuks. Laten we starten met een brief. Op de brief. In de brief zit. Staat mystery box. Goed. Heel veel aasjes zie ik nu al. Maar laten we starten met doodkoppen. Van DLT ten waarde van €4,25. Dit was dus het eerste product. En laten we dat op daar neerleggen. Wat gaan we doen? Het tweede product is een DLT Takel Polder Size 6 Cool blablabla spinner. En ten waarde van €3,79. Dus dit was het tweede product. Die leggen we ook weer hier. Dan pakken we deze laatste keer als laatst. Deze pak ik wel. Dit is een Viper Pro Lures. Weet je dat ik al heb trouwens. Dus dat is reserve. Het volgende is, dit is een Viper Pro Lures plug en ziet eruit alsof hij ook een beetje lijkt op een swimbait. Maar die zetten we weer weg. Goed, wat is dit? Oeh, die ziet er goed uit. Een Abu Passera €14,99 plug, 7 centimeter. 9 gram. En dan hebben we hier een Mustad Big Game Hot Size 12 20 gram 3 stuk €8,39 ten waarde van in ieder geval een haakloodkop. Alleen die zijn wel goed voor de laatste ding dat we laten zien. Ik heb geen idee wat dit zijn. Volgens mij zijn het bullet weight of zo. Ten waarde van €3,50. Oeh, dit heb ik wel een tijdje gewild. Ten waarde van €3 onderlijn materiaal. Oef. En dan hebben we een paar extra onderlijntjes ten waarde van ongeveer €2. Goed, nu gaan we naar de Big Game. Deze grote aasjes met geen waarde eraan dat ik kan zien.
again, oef. En dan het laatste. Deze grote aardjes. Dat zijn alle dingen die in deze box zaten. En ja, ik ben er super blij mee. En dan... Dat was het. Oké, okay, dus dat was het eerste deel van deze video. En het tweede deel komt binnenkort. Maar ik ben ook heel bezig met andere dingen. Dus ik weet niet echt wat ik nog moet filmen. Ik moet in ieder geval nog met de nieuwe aasjes vissen. Dat heb ik laatst ook gedaan. Alleen dat is niet zo'n succes. Oké, maar sorry voor de late post. Ik zou wel even zeker maken dat we gaan vissen en dan een nieuwe footage krijgen om te posten. Doei!